ga praten met Ingrid Klandeman. Je hebt een fantastische zaak in Oosterwijk. En je doet iets wat volgens mij niemand anders doet. Je verhuurt je zaken. Plafond, plank, vloer, delen. Waarom doe je dat? Nou, ik heb inderdaad die winkel en daarin verhuur ik de ruimte. Omdat het heel leuk is om met andere mensen samen te werken. Je samen de lusten en de lasten kunt delen en elkaar versterkt. Maar er is een reden geweest waarom je dat bent gaan doen. Nou, dat klopt. Ik heb in 2011 voor het eerst dacht ik wil een winkel. Maar de huren, de grote collectie die je daarvoor aan moet schaffen, die was absurd. Dus toen dacht ik, ik kan het met meer mensen samen doen. En dat is het begin geweest van het Only-concept. Maar dan moet je wel pittig wat meters hebben, wat vierkante meters. Hoe groot is jouw zaak? De winkel die ik nu heb is 140 vierkante meter. Dat is heel veel. Ja. Hoeveel ondernemers huisvest jij? Gemiddeld 25 per maand, maar afhankelijk van wat ze huren. Want je kunt een plank huren, maar je kunt ook een kast huren. Want jij huurt het pand ook, of niet? Ik huur het pand. En dus dan ben je een soort onderverhuurder aan het worden. Ja. Normaal gesproken mag dat eigenlijk helemaal niet. Nee, maar dat is in het contract opgenomen. Nee, maar dat is dus leuk. Ja. Je hebt echt iets heel nieuws bedacht. Ja. Maar wat was de eerste reactie in instantie? De eerste reactie was door de eigenaar van het pand van als je met zoveel mensen huurt, kunnen we de huur verhogen. Oh, dat is lekker. Nee, ja, dat was dus niet. Daar ben niet ik dus maar eenmalig geweest. En nu zit ik in een pand, derde pand intussen, waarvan de eigenaar van tevoren op de hoogte wordt gebracht, zoals ik eerst ook deed, dat we er met meer mensen in gaan. Wat kost een plank? Afhankelijk van de maand, afhankelijk van de grootte van de plank, varieert die van wat kost een plank tussen de 75 en de 150 euro. Wat kost een plafond? Eén lamp, 50 euro per maand. Dat is echt ontzettend. Hoe ben je tot die rekensom gekomen dan? Hoe doe je dat? Een hele uitgebreide begroting maken van de kosten van de tasjes, van de huur, van gas, water, licht, van een pinapparaat, noem maar op. Een volledige begroting gemaakt en dan gaan kijken wat heb ik nodig, wat moet er binnenkomen. Maar je had geen financiering denk ik nodig. Nee, want dit plan was niet uit te leggen aan de bank anders denk ik. Nee, maar dat was niet nodig. Maar dat was niet nodig, want je genereerde direct die inkomsten die je ook nodig had om je eigen winkel door te zetten. Want dat doe je ook, je verkoopt nog steeds zelf. Ja, ik ben zelf ook deelnemer. Ja. En dat komt omdat wij, degene die vast in de winkel werken, geen salaris hebben. Wij werken op provisiebasis. En als ik geen deelnemer zou zijn in mijn eigen winkel, is het soms erg weinig waar ik voor sta te werken. Dus ik verkoop zelf ook nog steeds. Vind ik ook wat leuk. Wat verkoop je? Ik heb woonaccessoires en kunstbloemen. En dat laat je ook zien op een Facebookpagina? Ook, ja. En werkt dat goed? Wij hebben een Facebookpagina die erg druk bezocht wordt. Het ziet er ook heel gezellig uit. Ja, complimenten. Dankjewel. Ik maak ook heel veel foto's. En als we open zijn, de dagen die we open zijn, plaats ik iedere ochtend of avond foto's. Eén keer per maand promote ik een bericht. En er wordt door 16.000... kijkers bekeken of gezien door heel Nederland. En dat maakt het wel heel interessant. Ja. Dat is heel erg goed. Ja. Ja, je bewijst gewoon dat jouw concept werkt als expansiedriften? Nee. Nee? Nee, er is door heel Nederland aan me getrokken in de zin van franchise. En het leuke is, want je bent een tweeling. Ja. Jouw zus kan, zonder dat ze doorhebben, gewoon heel Nederland gaan bestormen. Zou zomaar kunnen. Ja. Zou zomaar kunnen. Maar ik ben heel druk met één winkel, want ook administratief en logistiek is het een megaklus. Ja. Dus ik doe het liever één keer goed dan een aantal winkels half. En ik wil niet ergens bovenin zitten. Ik vind het leuk op de werkvloer en of het contact met de mensen. Per week denk ik dat ik wel een 60 uur per week zit. Ja, dus dat volstaat ook, denk ik. Ja. Nou, loopt jouw huurcontract ook weer af? Ja, maar ik heb nu 2 jaar getekend, dus ik heb dit jaar en volgend jaar nog. En dan? Dan weet ik het nog niet. Dan weet je het nog niet? Nee, want het is een succes, het wordt gekopieerd. En ik vind het leuk om koploper te zijn en te blijven vooral. En misschien ga ik dan weer iets anders bedenken. Je weet het al, denk ik. Of niet? Ik zie het. Je weet het al. Dat bruist heel veel. Kan je in het hoofd? Ja, hè? Nee. Ik weet serieus echt nog niet. Maar ik weet wel dat ik wil blijven vernieuwen. Nou, het leuke van Weekends Only is dat het ook al op woensdag open is. Ja, klopt. Dus jij zorgt gewoon dat heel Brabant al vanaf woensdag het weekendgevoel kan beleven. Ja. Ik hoop dat ik je weer aan tafel mag hebben met het nieuwe concept waarvan ik denk dat het daar al ergens zit. En voor nu ongelooflijk veel gedeeld succes. Want het past ook echt in de weekonomy, hè? Ja, precies. Klopt. Het succes voor de anderen is een succes voor de winkel. Ja. Ik verkoop liever iets van een ander dan van mezelf. Want ik wil dat ze tevreden zijn. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.